Goedemorgen deze morgen. Het is zondag 13 november en ik ga proberen deze week een weekvlog op te nemen. Dat is voor het eerst, maar voor alles moet de eerste keer zijn. Ik weet dat jullie vlogs altijd heel leuk vinden en ik vind ze ook heel leuk om te maken. Dus ik dacht, ik ga het een keer proberen. Ik heb geen idee of het gaat lukken of dat ik het continu vergeet, maar we gaan het zien. De morgen begint op zondag altijd met het bed afhalen, want dan worden we... Ga ik even ons bed wassen en het bed van Niels. En je hoort Niels al op de achtergrond, want die ga ik nu eten geven. Sven is alvast begonnen, omdat ik zei, ik moet nog heel even een stukje filmen. En vandaag is een leuke dag, want vandaag gaan we naar de intocht van Sinterklaas met Niels. Ik heb geen idee wat hij ervan vindt, maar we gaan het meemaken. Dus ja, ik neem jullie mee vandaag. En ik ga nu eerst even Niels eten geven. En Niels eet pap, nu nog wel. Straks wordt het brood of zoiets. Slabbetje om. Let's go, hè, Niels. Ah. Let's go. Het gaat geen voetjes. Nou, ik zit even aan de site, want dat moet ook af en toe gebeuren. En we wilden eigenlijk nu al bij de intocht zijn, alleen... Niels is niet helemaal lekker. Hij heeft afgelopen vrijdag heeft hij de inentingen weer gehad. En daardoor is hij een beetje van slag. Dus wat er gebeurt is, steeds als hij in slaap valt, hoest hij zichzelf weer wakker. Dus hij heeft eigenlijk nu nog niet geslapen. Dat is echt hoogst uitzonderlijk. Want meestal ligt hij rond een uur of negen te slapen. Het is nu inmiddels 11:50. Hij ligt nu wel te slapen. Ongeveer een kwartiertje nu, denk ik. Maar om 11:30 zou de intocht zijn. Dus dat gaan we niet echt redden. Maar hij begint bij een bepaald deel van Utrecht en gaat daarna helemaal door de grachten varen en dan weer naar een ander deel en dan ook weer naar het Domplein. Dus ergens along the way gaan we daar wel heen, denk ik, vandaag, als Niels een beetje oké is. Ik zit nog steeds in een beetje in het donker. Sven is nog aan het douchen. Ik ben inmiddels wel opgemaakt en gedaan. Maar ja, het is zo'n dag. Ik heb ondertussen allemaal wasjes gedraaid en dat soort dingen. Nou, we zijn er. Het is een beetje hondenweer. Niels zit er ook klaar voor. Oh. Niels zit er ook klaar voor. Muts op. Wandjes aan. En het is daar. Dus we zijn er even heen gefietst. Maar en ik heb mijn muts op, want het regent. En ik heb mijn haar gewassen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en dan denk je leuk voor het eerst te gaan week vloggen en dan ben je ziek. Ja, allebei, Sven ligt hier ook. We hebben buikgriep of iets in die richting. Het is verschrikkelijk, het was de hele nacht verschrikkelijk en Niels was ook niet lekker. Dus ja, nou ja, Niels is nu naar de opvang, Sven heeft zich erheen gesleept om hem weg te brengen. Ik heb net even gedoucht in de hoop dat ik daar wat van opknap. En nou ja, weet je, ik hoop altijd maar bij dit soort dingen dat het kortstondig is. Echt ook helemaal droge handen en zo. Nou. Dus ik denk dat dit het was voor de vlog van vandaag. En dan hoop ik dat ik jullie morgen een stuk vrolijker te woord kan staan. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en zoals je ziet ben ik gedoucht en heb ik mijn haar gewassen. Dat betekent dat ik me iets beter voel. Gisteren was nog wel echt een drama, want Niels begon op een gegeven moment ook te kotsen. Echt hoeveelheden, ik weet niet waar het vandaan kwam. Nou ja, goed, en Sven en ik allebei zo slap als een vaathoek. We werden dus op een gegeven moment gebeld door het kinderdagverblijf van nou, het gaat niet goed met Niels, haal maar op. Het spijt ons vreselijk, want we weten dat jullie ook ziek zijn. Gelukkig was mijn vader zo lief om even te komen. Dus die heeft even geholpen met Niels en in ieder geval naar ons toegebracht. En even een beetje met hem gespeeld en toen Niels weer naar bed gegaan. Niels heel veel geslapen overdag. 'S Nachts was het weer een beetje een drama. Dus het was weer een hele heftige dag. En dat is gewoon lastig als je zelf al ziek bent. En
man lief ziek en kindje ziek en dan gebroken nacht. Kijk, normaal als je ziek bent, dan slaap je gewoon goed 's nachts en dan knap je op. Maar ja, dat is nu een beetje lastig. Nou, ik heb vandaag echt een superleuk en belangrijk iets van mijn werk waar ik heel graag heen wil. Het is nu 11 uur. Mijn vader past op dinsdag altijd, of ik zei dat het woensdag was, maar het is dinsdag. Mijn vader past op dinsdag altijd op Niels en die is nu even met Niels naar buiten. Sven ligt nog op bed. En ik dacht, nou weet je, ga douchen en mijn haren wassen en dan daar voel ik me vast beter van. Dus ik hoop heel erg dat ik vanmiddag kan gaan. Het is ook met eten, nou dat wordt een beetje lastig denk ik, maar goed, je weet het niet. Dus maar even kijken. Maar ja, mijn eerste vlogweek is dus een hele bijzondere, want ja, het schiet niet echt op deze manier. Maar ja, ik ga eventjes rustig een beetje opmaken en zo. En dan voel ik me vast weer een beetje mens. Ja. Goedenavond, het is een beetje donker. Hé, nou. Net of je geen lijf hebt. Nee. Nou, ik ben even naar de opening gegaan, of naar de eerste paal waar ik zo graag heen wilde. Het was heel fijn. Ik heb heel weinig gegeten. We gingen uit eten, maar ik heb echt heel weinig gegeten, want ik dacht, dit kan mijn maag niet handelen. Maar het ging verder goed en ik ben heel blij dat ik weer thuis ben nu. En het allermooiste is dat Sven en ik vannacht een nacht goed gaan slapen. Ah, woe. Want Niels is bij mijn ouders super lief. Hij is daarheen en nou ja, ondanks dat mijn moeder zelf ook ziek is, heeft mijn vader is zo lief geweest om voor te stellen dat hij vannacht chef Niels zou zijn. Ik weet niet of hij al spijt heeft, want het is nu 10 uur en hij is inmiddels al 5 keer wakker geweest. Dus. Maar ja, wij gaan echt even bijslapen en dan hoop ik dat we morgen gewoon genoeg opgeknapt zijn. Ja, dus ik zie jullie morgen weer. Mittens. Je nu al moe van het spelen? Ja, moppie. Hi. Hallo. Oh. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag en de ochtend begint zonder Niels. En is toch best wel even fijn. Uiteraard heeft hij vannacht redelijk goed geslapen bij mijn ouders, want dat doet hij altijd als hij op bezoek is bij andere mensen. Zo sociaal is hij dan wel. En ik ga hem straks ophalen, of Sven, moet even kijken wie. We zijn allebei nog steeds niet helemaal top, helaas. Ik moet zeggen dat ik ook een beetje last had van gisteren vannacht, maar dus nog niet echt dat je denkt, nou echt super geslapen. Sorry, ik ben echt net uit bed. Nog niet echt dat je zegt super geslapen, maar het was wel heel fijn dat je alleen voor jezelf eruit moest en geen gehuil. En ja, dat was toch echt wel eventjes heel fijn. Mijn enorm wilde ontbijt van deze ochtend. Ik ga toch maar eens een poging wagen op een beetje yoghurt, lactosevrij yoghurt met druifjes en heet water. Zo, ik ben net even naar de HEMA geweest. Heel kort, heel snel eventjes, maar ik had ineens het idee dat Niels misschien een beetje koud had 's nachts. Dus ik dacht, ik moet pyjamaatjes hebben. Meestal slaapt hij gewoon in een rompertje met lange mouwen. Maar vannacht had hij een pyjamaatje aan, hij heeft beter geslapen. Dus ik dacht, en laatst dacht ik het ook al, ik ga geen risico's meer nemen. En ik zag dat ze in de aanbieding waren bij de HEMA, mijn haar zit gek. Dus ik dacht, ik ga ervoor en ik heb nog wat dingetjes gekocht. Dus ik dacht, laat het even zien. Nou, ik heb het al even allemaal hier uitgestald. Ik heb als eerste pyjamaatjes. Deze met muisjes had niet super veel keuze. Maar deze met muisjes. Die vond ik wel schattig. En dan natuurlijk ook. Hey, mittens. Met mittensens erop. Met katjes. Niet super mannelijk. Maar wel heel schattig. En ik heb nog wat extra rompertjes. Omdat degene die heeft een beetje klein worden. En hij heeft een aantal in deze maat. Dus ik dacht dat is wel handig om iets meer van te hebben. Gewoon zonder mouw. Nou, mitten zit er ook gezellig bij. Even beter zitten. Zo. Check mijn blije sokken. Sylvester. Dan heb ik voor Niels' verjaardag alvast wat dingetjes. Ik zag deze bordjes en die vond ik wel heel gezellig. Dus ik dacht dat is ook wel makkelijk. Ik heb niet zoveel afwas. Bordjes, matching servetjes en matching bekertjes. Ik ben alleen, heb ik alles in 10 dingen, behalve de servetjes dan.
Ik weet ook niet waarom ik twee pakken servetjes heb gedaan. Maar ik heb dan heb ik twee pakken servetjes en maar één pak vorkjes. Snap jij het nog? Ik weet het ook niet. Dan heb ik een kaarsje voor op zijn taart. Een 1, jee. Ik heb mijn favoriete handzeep. En ik heb dit keer de lichtroze gedaan. De Happy Freshness. Dan nog ballonnen. Want ik hoorde van veel dat mijn zwangerschapsclubje dat kids blij werden van ballonnen. Dus ik dacht, let's go ballonnen. En deze is denk ik een beetje groot. Maar het, dit is eigenlijk had ik bedacht dat ik het wel leuk zou vinden om een fototaart te doen. En dat hij dan dit mutsje op heeft. Maar het is vrij groot. Dus ik weet het niet. Kijk, dit is zeg maar mijn hand. En ik heb een kleine hand. Hand versus muts. Dus ik weet niet helemaal of dit goed gaat komen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Dus dat heb ik even gekocht. En ik dacht, ja, dat mutsje moet ik maar even kijken. Of dat hoedje, of dat wat wordt of niet. En anders moet ik even een ander hoedje. Maar het leek me wel schattig als hij dan dat aan zou hebben. Of op zijn hoofd zou hebben. En dat ik dan een hele blije foto van hem maak. Wat een beetje lastig wordt, omdat hij nog steeds ziekjes is. Dus hij kijkt niet heel erg blij op dit moment. Dus ik weet niet helemaal of het gaat lukken. Maar het is een plan, dus je weet het niet. Dus dat heb ik even gekocht. Niels is even met mijn moeder buiten wandelen. Zodat ik dus eventjes snel naar de Hema kon. Oh, ik heb hier mijn tas nog staan. Dan moet mijn moeder ook weer weg. Het enige lastig is, het is dus nu woensdag. En morgen gaat Niels weer naar de opvang. Alleen, ik ben een beetje bang dat hij dan nog niet beter is. Maar goed, ik heb natuurlijk zelf niet gewerkt de afgelopen dagen. Sven ook niet. En Sven heeft ook nog eens vrijdag zijn papadag. Dus ja, weet je, die moet wel morgen naar zijn werk. Sven ligt trouwens op bed, mocht je je afvragen. Die moet morgen wel, tenminste als ze zich beter voelt, als ze zich niet beter voelt, kan hij natuurlijk ook niet echt voor Niels zorgen. Ik doe dat nu omdat ik me beter voel. Dan is dus een beetje de vraag, ga ik weer mijn ouders inschakelen? Dat vind ik ook wel een beetje overdreven, want die doen al zo superveel. Mijn moeder zei, ik kan wel een halve dag doen, dus dan kunnen we allebei de helft doen. Want ik ben een beetje bang dat hij niet naar de opvang kan. Oh, lastig. Maar goed, is even een beetje een puzzel. Verder voel ik me op zich wel oké, alleen ik kan gewoon niks eten. Want wat ik eet, dat komt er direct weer uit. Dat is een beetje jammer, maar ja, buiten dat ben ik gewoon slap. Maar verder, mijn buik rommelt. Maar ik voel me verder best wel oké, eigenlijk gelukkig. Maar hang in daar, want het weekend wordt leuk. En ik hoop dat ik er dan aan denk om te vloggen. Zo, ik heb er wel eens beter uitgezien. Goedemorgen allemaal. Helaas ben ik nog zieker dan de afgelopen dagen. Vannacht was echt hel op aarde. Dat kan je ook wel zien aan mijn fashion statement van vandaag. Ik heb aan een prachtig geruite iets. Daaronder een soort tijgerlegging gestipte sokken. Als in alle printjes kunnen best wel op elkaar. En eroverheen een hele grote roze fluffy badjas. Ja, het veel beter wordt het niet, kan ik je vertellen. Vannacht was echt verschrikkelijk. Ik heb vannacht ook met de huisartsenpost gesproken. Ik hoorde nu net dat mijn vader ook geveld is. Dus we gaan lekker. Niels is ook nog steeds niet oké. Dus die gaat ook niet naar de opvang vandaag. Maar ja, ik kan niks. Dus ik heb gewoon niks meer in mijn lijf. Ik heb geen kracht. De camera voelt al als een blok lood. Dus mijn moeder is zo lief om te komen vandaag en haar werkdag te ruilen. Ik had een heel belangrijk overleg vandaag waar ik dus toch niet heen kan. Wat ik echt ontzettend vervelend vind. Ik ga zo de dokter bellen. En dan eens even kijken. Het vervelende is buikgriep, het moet er gewoon uit. Want het is een virus wat uit je lichaam moet. Alleen, ja, dit is gewoon niet meer te doen. Ik kan het niet bijdrinken. Dus het is echt een superleuke eerste weekvlog. Maar hang in there, want het zal me toch niet gebeuren dat ik dit leuke weekend ziek ben. Ik denk dat jullie wederom niet zoveel van me gaan zien vandaag. Maar je hebt wel Niels gezien in zijn prachtige wokpyjamaatje. Isn't he the cutest? Die heeft gelukkig vannacht wel redelijk goed geslapen. Hij is alleen een paar keer wakker geworden, ik denk van mij. Maar die heeft gelukkig wel redelijk goed geslapen. Dus dat was heel fijn.
Ook nog een wolkjesprintje. Kijk. Ja, nee, die is van mama. Ja. Ja. Ook heel leuk speelgoed. Hallo mittens. Hallo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdagochtend. Of het is vandaag vrijdag en het is nu ochtend. We zijn aan het wachten op opa en oma, de ouders van Sven. Want die passen vandaag op Niels. Want yes, ik ben eindelijk opgeknapt. Ik ben nog niet helemaal de oude. Maar goed genoeg om te gaan werken. Ik denk niet dat ik een hele dag volhou, maar in ieder geval eventjes. En nou, Sven gaat sowieso werken. En we hebben vandaag yes, hele nacht geslapen. Yes, yes, yes. Niels en Sven staan voor het raam. Ja, hoi. Te kijken naar of opa en oma in aantocht zijn. Nog steeds aan de beschuitjes, maar ik voel me beter. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en zoals je ziet waren we al even aan het ontbijten. En ik heb nu mijn sportkleren aan, want ik ga een poging doen tot sporten. Ik zoom me altijd op zaterdagochtend en ja, dat wil ik toch eigenlijk wel proberen te gaan doen. Op zich voel ik me wel oké, alleen ik ben natuurlijk gewoon nog niet helemaal op mijn volledige strength. Maar goed, we gaan het gewoon proberen en dan zien we wel. En dan neem ik jullie vandaag eindelijk gewoon mee. Schoenen, woep, van Nike. Deze broek is van Primark. Normaal heb ik een andere broek aan, een sportbroek van de Hennes. Maar ja, die zit strak bij mijn buik en dat kan ik nu nog even niet handelen. En dan dit shirt van de Hennes en dit vestje ook van de Hennes. Let's go! Mijn is er zat op. Lekker aan het wandelen. Met een hond en een vriendinnetje. Niels vindt de hond heel leuk, maar ondertussen zit hij even zijn handschoenen te eten. Ook belangrijk. In het park. Lepeltje. Wat lekker. Heerlijk. En, het, en de zon schijnt. We zijn blij. En sporten heb ik niet helemaal overleefd. Ik ben eerder weggegaan, want dat ging toch niet. Maar dat maakt niet uit. Alle beetjes helpen. Nu lekker wandelen. Ik ben helemaal vergeten te vloggen na vanmiddag. En dat kwam omdat de afspraak die we nog hadden, we hadden een afspraak voor eten. Maar die ging niet door, want degene met wie we de afspraak hadden, een vriendinnetje van mij, was helaas ook ziek. Het heerst echt mega. Dus we hebben een lekker rustig avondje gehad. En ik heb eindelijk het fotoboek van Niels af. Yes, ik wilde heel graag een fotoboek van Niels van zijn eerste jaar. En dat heb ik nu net besteld bij de HEMA. Want volgende week vieren we al het eerste deel van zijn verjaardag. Want we vieren twee keer. Eén keer met mijn familie, één keer met Sven's familie. Praktische overwegingen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb net een cadeautje besteld voor een vriendinnetje van mij. Die tegelijkertijd is met Niels. Dus die viert een dag voor Niels' verjaardag, viert zij haar verjaardag. Dus daar moest ik even een cadeautje voor bestellen. En nu ga ik nog eventjes lekker bank hangen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben al aangekleed en wel, want we gaan zo naar Sinterklaas op Sven's werk. We hebben net ook even een foto gemaakt voor Niels op de taart. Als je denkt, wat hangt daar? Dat is dekbed overtrek, want die hangt altijd op de waslijn. Maar de waslijn is achter Niels' slaapkamer, dus daar kan ik niet in als hij slaap en hij sliep net. Het is echt rot weer, dus we gaan met de auto en ik neem jullie mee, maar ik heb geen idee of ik kan filmen, dus we gaan het meemaken. Onderweg naar Sven's werk. En ik ben zo intelligent geweest om mijn camera thuis te laten liggen op tafel. Dus ja, ik ga met mobiel filmen, maar volgens mij kan het wel. Ik heb wel een goede mobiel, maar het is heel gek, want ik film nooit met mijn mobiel. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, maar dat is oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ja, ik ook. Ja, hou aan.
Zo, nou, dat was leuk. Het was het eerste... jullie hebben een stukje gezien. Het was heel leuk. En Niels vond het ook heel leuk. Alleen, hij snapt natuurlijk geen fluit van. Maar hij vindt liedjes volgens mij altijd wel gezellig. Het was alleen een beetje lang. Dus aan het einde was hij wel redelijk klaar mee. Maar hij heeft een heel leuk cadeautje gekregen. En we gaan nu naar huis. En dan komen aan het eind van de middag komen mijn broertje en zijn vriendinnetje en mijn ouders. Dus dat wordt ook heel gezellig. En in de tussentijd hoop ik dat Niels gewoon even heel goed gaat slapen. Sven? Druk gekookt. Mexicaans. Niels eet even bij oma een soepstengel. Nee. Daar is hij. Ja. Poppetje. Waar is hij? Daar is hij. Zo, we zitten weer in huis. Kloffie op de bank. Dit was mijn eerste weekvlog. En ik moest nog een beetje wennen aan het vloggen. En ik vergat nog heel vaak de camera mee te nemen. Ik heb een deel op mijn mobiel gefilmd. Ik dacht, ja, ik wil het wel even filmen. Bijvoorbeeld dat van Sinterklaas. Je hebt me natuurlijk vooral heel erg veel ziek thuis gezien. Maar op een avond dat ik niet ziek ben, zit ik ook lekker in mijn huispakje. Want daar ben ik gewoon gek op. Ik vind dat heerlijk. Maar goed, dit weekend was goed. Ik neem ook nog lekker met Sint inkopen mijn camera mee. Maar dat ben ik ook vergeten. Dus dat heb ik ook trouwens met mijn mobiel nog een klein stukje gefilmd. Maar daarna ook weer vergeten. Dus bear with me. Ik moet er nog een beetje inkomen. Ik hoop toch dat je het heel leuk vond om te zien. Laat vooral eventjes weten wat je er vond. Of je het leuk vindt en of ik dit vaker moet doen. Want lijkt mij wel heel leuk. Maar ook wel eventjes pussen. Zeker ook als ik weken niet ziek ben. Dat ik dan, heb ik natuurlijk gewoon mijn normale werkweek. En hoe ik dat dan, ik weet het niet. Maar laat maar weten of jullie het leuk vinden. Of ik kan ook een soort weekendvlogs maken. Nou, laat maar weten. Ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ook namens Sven. Allemaal lezen. Oh, en Sven zegt allemaal lezen. Ik heb het zelf niet gelezen. Het is het boek Gratis Geld voor Iedereen van Rutger Bregman. Dat is van De Correspondent. En waarom? Must read. Must read. Gewoon lezen. Nou, dus dat. De laatste tip van de week. Hou erin. En ook namens Sven heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Sven's boekentip. Doen we elke week. Nee. Moet je heel snel doorlezen. Doeg.